zijn op Isla Mujeres. Eindelijk. Het was een lange rit. We moesten natuurlijk met de boot. Nou, normaal is je boot hartstikke snel, maar met de auto erop duurt het dus een uur. Maar we zijn nu, we hebben echt een heel leuk kamertje. Alles is helemaal top. En we gaan nu even eten. Wat gaan we eten? Tacos. En guacamole. Ja. Echt een heel schattig tentje. Ja, heel leuk. En we zijn allemaal, ik ben Spaans aan het leren door de kaartjes. Goed hè? Ja! Lekker. Heerlijk. Hij had een verrassing voor ons. En nu krijgen we dit. Super lief. Wij doen dus een 10.000 stappen challenge. Dus we moeten elke dag 10.000 stappen halen. Nu zitten we ongeveer op 6.000. Maar het voordeel is dat het hier nooit vervelend is om echt heel ver te moeten lopen. Want kijk, al deze cute straatjes. Hoe leuk dit eruit ziet. Morning! Wij hebben lekker gesport vanochtend. Ja, goede workout op het dakterras. We hebben hier gewoon een dakterras en we hebben gewoon gevraagd aan de eigenaar of dat hij van die gymmatjes had, omdat we dat op Isla Roblox dus niet hadden. En dat hadden ze dus als top. Ja. Dus we hebben lekker een workout gedaan vanochtend. Daarna nog even gewerkt en nu gaan we dus richting het strand. Het strand schijnt hier veel mooier te zijn dan op Isla Roblox, want daar was het water eigenlijk helemaal niet blauw. Ja, en hier heb je echt wit zand. Echt zand, echt dat hele zachte zand, ja, weet je wel. Dat is al stop. Dus dan gaan we nu even heen lopen en hopelijk is er nog plek, want onderhand is het alweer 11:30. Ja, wij zijn heel laat, maar we willen echt naar zo'n leuke beach. Ja. Dus we hopen dat daar nog plekjes vrij zijn, en anders moeten we morgen daarheen. Maar... Ja. Ze hebben in ieder geval super veel op het strand, dus echt leuk. We gaan het zien. Het water is toch oprecht insane blauw. We zijn bezig met een workout. We hebben lekker smoothies gehaald. Nog steeds heerlijk op het strand. Is lekker. Zeg zij, doe eens aan. Kan het niet gewoon zonder die dingen? Wat is dit? Kan het niet zonder die dingen? Ja, maar als we alleen links vastmaken, zo die bovenste. Snap je? Zo, en dan drie, dat je er drie doet. Dat je zo één. Ja, maar Buf, kan jij dat dan wel aan? Tuurlijk. Nee. Dat moet wel. Dat kan niet. Het is toch niet mooi als je. Of je doet ze gewoon allemaal rechtdoor. Wat zitten we nou kut te doen met die kruisen? Doe ze gewoon allemaal zo. Kijk, zo. Ja. Gewoon allemaal rechtdoor. Ja, maar dat is lelijk. Ja, maar kijk, dat kan niet door dit. Wij zijn allemaal heel heftig verbrand vandaag. Oh, video valt wel mee. Nee, hier ben je eigenlijk wel ook. Maar in real life niet. Haar gezicht is heel rood. Ja, dat zie je dus nu niet echt. Hoe is het in het licht staan, Buf? En ze heeft een rode jurk aan, dus ze is nu echt zo normaal. Nou. We hebben net lekker gegeten en nu zijn we een ijsje halen bij de beste ijssalon hier zo op het eiland. Dus ik ben heel benieuwd wat het is, want er was niet zo heel veel ijs meer over omdat het dus al super laat is. Dus ik ben benieuwd wat we te eten krijgen. Misschien? Ja. Lekker? Ja. Goed zo. Helemaal blij. Wat hebben we? Banaan, koffie? Ja, banaan, koffie. Vanille. Vanille, ja. En nog een keer banaan. Ja. Ik vind een typische toerist. Waar zijn we? Kan je lezen? Wat zijn we aan het doen? Wij hebben een 10.000 stappen challenge. Wij moeten elke dag 10.000 stappen halen. Elke dag. Maar wij moeten er nu nog 400. Dus wij lopen op het dakterras om onze stappen te halen. Zodat we daarna naar bed kunnen. Ja. Ja, dat is de stand van zaken. Het is heel zielig, maar ja, we willen die 10.000 stappen wij elke dag. Wij lopen nu elke avond door die hoofdstraat, dus één hoofdstraat hier zeg maar, lopen wij echt 20 keer heen en weer. Dat al die mensen denken, ga
ga eens zitten, ga ergens eten, kies iets of zo. Weet je, terwijl wij al lang hebben gegeten, wij doen nog gewoon rotte stappen. Ja. Ja, dus dat zijn we nu aan het doen. Ja. Maar hij doet ook niet bijwerken. Dus het is een beetje kut, want we weten nou eigenlijk niet hoeveel stappen we hebben gaan. We weten wel de 11 kamer. We lopen het hele dakterras gewoon 6000 keer over. En het zal wel een keer goed zijn, lijkt mij. Morning. Wij gaan nu even naar het strand. Het is, zoals je kan zien, nog heel vroeg. Het is 7:30 in de ochtend. Dus wij gaan nu even snel naar het strand. Gaan we vast foto's maken. Want dan is er tenminste niemand. Scheelt weer een hoop editwerk. Daarna moeten we even werken. En dan gaan we het eiland verkennen vandaag. Didn't even care enough to be dismissive. Oh, jezus. Nee? We hebben een foto gemaakt voor Bu. Waar we alle drie aan hebben meegeholpen. Ja. Maar het is een wel gewoon. Ja, ik moest een jurk vasthouden. Ja, het is wel mooi, hè? Het is mega mooi, zo'n jurk. Ja. Het is echt fucking heet. Op de blote voetjes. Alles voor de foto. Ja, ik ben klaar. Oh, dit doet zoveel pijn. Oh my god, ik denk dat ik brandwonden heb. Oké, wacht. Ja, kom maar. Ik ben nog niet klaar. Even een Insta versus reality wil ik maken. Kom maar. Oh ja, dat doe ik echt. Insta versus reality. Nou, reality heeft zij hier. Ja, dat is doodgaan. Nou, de middags hebben honger. Wat gaan we halen? Churros! Lekker! Moet je wel wat zeggen, Shen? Jezus! Ik lig even enjoying life. Ja. Ja. Oké, okay, nou jongens, het is, ik zie echt helemaal niks, maar het is onze laatste dag op Isla Mujeres. En morgen gaan we naar Tulum. Ja, dat was het. Ja. Gaan we naar Tulum. Jezus. En dan we hebben daar nog niet gevlogd vandaag. Doe even vloggen. Vervolgens komt echt niks uit. Ik denk, vertel even. Nou, in ieder geval vanochtend regende het, maar ik moest heel de ochtend werken, dus we hebben ook niet zoveel gedaan. Dus we hebben gewoon gewerkt. Nou, toen ging de zon schijnen. Toen zijn we even gaan lunchen ergens. We wilden smoothie bowl, maar ja, dat hebben ze hier alleen maar bij ontbijt. Dus we zijn 60 tentjes afgegaan om uiteindelijk een club sandwich te eten. Nou, toen zijn we even op het strand gaan liggen, waar we ons nu bevinden.
En morgen gaan we dus naar Tulum. En dan blijven we tot vrijdag. En dan vrijdag tot en met volgende week dinsdag zitten we in Cancún. En dan is het Mexico avontuur alweer over. En dan gaan wij naar Orlando. Sorry, Miami wil ik zeggen. Eerst Orlando en dan Miami. Woehoe. Leuk. Ja. Oké. Dat was hem. Ja. Ciao. Nou, laatste dagje Isla Mujeres. Ik heb een roos gekregen, echt heel cute. Hij zit wel de eten te loeren. Hoop op korting en cinnamon broodjes. Want ze hebben hier elke keer kaneelbroodjes, doen ze hier dus als dessert. Ja. Zo, wie wil heel graag kaneelbroodjes? Nou, eet laatste avondmaal hier. Nou, jullie dachten dat de rampvlog geweest was. Maar er is een 2.0! Wij willen de boot nemen. De boot die daar nu wegvaart. Want hij zou om 21:30 gaan. Ja. Blijkt dus, komen wij hier aan, vaart hij net weg, dat hij om 9:00 ging. Fakker. Terwijl, dat staat nergens, hè? Nee, dat staat nergens. Hij zou om 21:30 gaan. 9:30 staat er. Maar ja, geen discussie mogelijk. Die boot vaart natuurlijk gewoon weg. Ja. Dus hij zegt, ja, oké, naar de eerstvolgende boot gaat om 12:00. Pas. En wij hebben gehaast, jongen. Omdat wij nog, we moeten een uur met die boot en moeten nog 1.5 uur rijden naar Tulum. Dus wij denken, dan komen we rond de middag aan. En nu komen we weer pas einde van de dag aan. Ja. Hebben we letterlijk niet eens 3 dagen... Ja. Eens 3 dagen in Tulum voordat we weer door moeten. Dus het is echt weer zuur. Ja. Dus het is, ja, het is weer zover. Het, ja. Het zit ook nooit mee bij ons. Keep you updated. Keep you updated. Nou, we hebben nog 2 uurtjes niks te doen. Dus we dachten, nou, we gaan even koffie halen. Toen kwamen we dit tegen. Dus dat was ook wel echt super cute. Lekker fotootjes. Lekker toerist uithangen. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Nou, we hebben nog een uurtje over. Ja, wat gaan we doen? We gaan naar een uitkijkpuntje en dan gaan we koffie drinken. Draven. En lekker wachten. Ja. Tot de boot gaat. Oh, leuk. Ja. Nou, tijd. Yes, they were, baby.